24 augustus was de verjaardag van de koning. 'S Avonds trokken groepen betogers door Brussel met een Franse vlag. Enkele huizen van aanhangers van de koning werden geplunderd. De politie en het garnizoen deden er niets tegen. De betogers kregen het grootste deel van de stad in handen. De gegoede burgers vreesden nieuwe plunderingen en gingen zelf over tot vorming van een gewapende burgerwacht. Deze burgerwachten kregen in de stad de zaak uiteindelijk onder controle en daarmee hadden de burgers ineens de macht. Ze brachten eisen over aan de regering in Den Haag. De eisen waren niet mis. De zaak escaleert, op een gegeven moment stuurt hij dan wel troepen. Er wordt er een paar dagen hard gevochten, vallen ook slachtoffers in Brussel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanaf het moment dat er bloed vloeit in het park in Brussel in september 1830, dan is die situatie onomkeerbaar geworden. In Brussel werd door de burgers een voorlopig bewind opgericht dat zich ging gedragen als een voorlopige regering. De Staten-Generaal in Den Haag besloten na enkele dagen bestuurlijke scheiding toe te staan. Maar het was mosterd na de maaltijd. Onafhankelijkheid van België was onontkoombaar. De koning was in feite nog de enige die zich tegen de scheiding verzette. Willem I vestigde zijn hoop op de grote mogendheden. Die hadden in 1814 immers besloten tot vereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden en zouden ze dan nu een scheiding goedkeuren? Frankrijk wil het liefst die Belgen bij Frankrijk voegen, net als dat in de Franse revolutieperiode het geval was geweest. Nou, dat wil een land als Engeland, de belangrijkste Europese mogendheid van dat moment, tot elke prijs vermijden. En dan rolt er dus een compromis uit de bus na een paar maanden onderhandelen in Londen, op de conferentie van Londen, waarbij België inderdaad onafhankelijk wordt verklaard. De koning weigerde dat besluit te accepteren. In Brussel kreeg België zijn nieuwe koning, Leopold van Saxe-Coburg, een Duitse prins en een met uitstekende connecties in Engeland en Frankrijk. Willem I hield halsstarrig vol. 6 jaar lang. Pas in 1839 berustte de koning in de onafhankelijke staat België.